Ook eens iedereen, welkom in deze video. Uh, dit is een andere video weer met Vlaamse en Nederlandse woorden. Zijn jullie er klaar voor? Laten we beginnen. Ik heb tien woorden ook weer in deze video. tien woorden die ik eerst in het Vlaams ga zeggen, omdat dit tenslotte een Vlaams kanaal is, en dan zeg ik hetzelfde woord in het Nederlands. Ik heb hier mijn spiekbriefje me al, mijn woordjes op. Ik ga eens even kijken dat we er tien kunnen uitkiezen. Gewoon de eerste tien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, okay. ik zet me een tel kwijt. Het begint goed, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, dat is ook typisch Vlaams, hè? Voilà, ik heb er tien. Goe. Goekes. Hoekes. Eerste woordje. Appelsiensap. Appelsiensap. In Nederland, volgens mij zeggen ze jus d'orange. Maar dat is Frans, hè, jus d'orange. Appelsiensap. Zeggen ze niet sinaasappelsap, want tegen appelsien zeggen ze sinaasappel. Appelsiensap zou dan sinaasappelsap zijn. Maar ik hoor altijd jus d'orange. Ja, Frans. Ja. Dus, appelsinsap. Uh, ja, je de Volgende woordje: goesting hebben. Ik heb goesting om een wandeling te gaan maken. Goesting. Uh, of ik heb goesting in een taske koffie. Ik heb zin in een kopje koffie. Ik heb goesting in een taske koffie. Ik heb, in koffie. Ik heb zin in een kopje koffie. Waarom dat ze daar in Nederland een zin van maken? Geen idee. Een zin zijn woorden met een werkwoord, een onderwerp. Dat is een zin. Ja, is niet logisch, hè? Gewoon, goesting, <coughs> zin. Ik heb goesting. Ik heb zin. Dan, nog zoiets als ze omdraaien. Zeker en vast. Ja, ja, zeker en vast, echt waar, echt waar. Ja, ja, zeker en vast. Wat zeggen ze in Nederland? Vast en zeker. Zeker en vast, vast en zeker. Curieus. Ah, nu ben ik toch eens curieus wat dat er allemaal gaat gebeuren, zeg. Um, Curieus in Nederlands. nieuwsgierig. Nu ben ik toch eens nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren. Nu ben ik toch eens curieus wat er allemaal gaat gebeuren. Serieus nieuwsgierig. Smoske. Een smoske. Een smoske is iets voor te eten. nam, Lekker. Een smoske. In Nederland heet dat een broodje gezond. Een broodje gezond. Dus als je in Nederland een broodje gezond vraagt, dan krijg je een smoske. Een smoske, een broodje gezond. Dan een croque monsieur. Ja, we blijven bij eten. Een croque monsieur. En dan in het Nederlands zeggen ze een tosti. Tosti. Als je bij ons een croque monsieur vraagt, dan krijg je een croque monsieur. Vraag je in Nederland een croque monsieur, dan begrijpen ze je niet. Dan moet je een tosti vragen en dan krijg je hetzelfde. De croque monsieur tosti. Een videke. Dat vind ik zo'n plezante want die vertaling, alle jouw vertaling in Nederlands, dat raakt kan nog wel. Een videke. Wij noemen het ook volle vent. is eigenlijk de vulling van het videke. Je hebt het videken op zijn geheel, compleet met de vulling, maar alleen de vulling zonder het en zonder het omhulsel. Dat heet volle Maar ja, meestal eten we dat zo op zijn geheel en dan is dat een videke. Nu in Nederland heet dat een koninginnehapje. Heeft niks met de koningin te maken. Trouwens, ze hebben geen koningin meer in Nederland. Ze hebben een koning. Koninginnehapje. Een hapje is zo van hap. Ja, een hapje is iets, iets heel kleins. Kleiner dan een videken. Dat in één hap. Up, en het is binnen. Het is weg. Koningin een hapje. Een videken. Buizen. buizen. Het is een werkwoord. Het is niet het meervoud van buis. Dat is ook buizen. De buis, de buizen, bla bla bla. Maar buizen is ook een werkwoord. Buizen. Buizen. Ik kan bijvoorbeeld buizen op mijn examen. Of ik ben gebuist. Ik ben niet geslaagd voor mijn examen. Ben gebuist. Dus niet geslaagd zijn is gebuist zijn. Hoe zeggen ze dat in het Nederlands dan? Hebben ze daar eigenlijk een woord voor? Want dat weet ik niet. Dus als je slaagt voor je examen, jij yeah, bent geslaagd voor mijn examen. Ben gebuist. Ben gebuist voor mijn examen. Ben er niet door. Wij zeggen dan ook, ik ben er door. Ha, hoe was uw examen? Ha, goed, dat is, ik ben er door. Ik ben er door. Je gaat niet zeggen ik ben geslaagd. Dat is ook weer ja Nederlands. Ik ben geslaagd voor mijn examen. Ik ben er door. En je gaat niet zeggen ik ben door mijn examen. Nee, dat is, dat is dan weer helemaal fout. Ik ben er door. Ja, bijvoorbeeld je moet je examen gaan afleggen. Uh, uh, en je komt thuis en ze vragen: hm, zeg in, hoe ging het traject zomaar? Ja, goed, dus ik ben erdoor. Oh nee, ik ben gebuist. Zeggen ze in Nederland niet, ik ben gezakt? Ik hm. weet het niet. Maar of niet geslaagd zijn is gebuist zijn. Geslaagd zijn is erdoor zijn. Ja, Dat stond niet op mijn lijstje, dus dat is een extra toegever. Uh, dat woordje: uh, buizen, en dan heb ik nog het woordje vatsen. Dat is ook een werkwoord. Vatsen. Vatsen in Nederlands uh, zeggen ze spijbelen. Moet je even nadenken. Ik heb alleen de Vlaamse woordjes opgeschreven hier. Wat heb ik hier. Oh ja. Oh ja, ik heb hier wel bijgeschreven bij de vorige buizen zakken voor, voor een examen. Ja. Oké. Okay. Vatsen. Vatsen is spijbelen. Dat betekent dus: ja, je moet eigenlijk op school zijn. Maar je gaat niet naar school. Je gaat naar het park met vrienden. Of je blijft gewoon thuis. Gefatst. Je Gespijbeld. Je Fatsen, spijbelen. Um, ja, dan neem ik nog één woordje hier op mijn lijstje. En dat is de Gazette. Dat komt van het Frans, hè? Gazette. Gazette. De Gazette. En de Gazette is de krant. Dus de Gazette is de krant. Ja, dat was ons laatste woordje. Um, ja, bedankt voor het kijken allemaal. En er komt nog een video, want ik heb nog meer woordjes op mijn papier staan. Tot ziens in de volgende en vergeet het duimpje niet, hè. Lucas.